Oh, ik word er echt gewoon verdrietig van. Ik ben echt gewoon zo verdrietig. Goedemorgen, het is vandaag zaterdagochtend. En it was a long time ago dat ik gevlogd heb. De laatste keer dat ik een video postte was op Fik haar verjaardag. Nou, dat was eind oktober en het is nu alweer half december. Ik zal jullie even bijpraten met wat jullie gemist hebben. Ik ben een nieuw persoon geworden. Nou ja, ik weet dat ik het echt al heel vaak heb gezegd. Maar ik merk nu dat het echt heel erg goed gaat. Ik zat een beetje niet heel erg lekker in mijn vel. Niet super erg, maar wel gewoon dat ik dacht, ja, wat doe ik nou eigenlijk elke dag? En ik sliep heel lang uit en dan ging ik sporten. En dan voordat ik echt ready was om de dag te beginnen was het 3 uur, 4 uur. Nou, dan moest ik vaak werken en dan was mijn dag alweer voorbij. En een vriend zei tegen mij dat hij heel erg veel baat had bij eigenlijk gewoon een heel goed ritme. En ik dacht, ja, dat is niks voor mij, want ik hou gewoon echt van serie kijken tot 2 uur 's nachts. Maar ik heb mijn dag eigenlijk soort van nu opgeschoven dat ik eigenlijk om 11 uur elke dag in mijn bed lig en moe ben en wil slapen. En mijn wekker gewoon om 7:15 gaat omdat ik om 9 uur in de sportschool wil staan. En dan ben ik om 10 uur klaar met sporten en dat is super vroeg. Dat is eigenlijk al eerder dan dat ik normaal gesproken wakker ben. En dan heb ik al gesport en ik voel me echt heel goed na sporten. Dus dat doe ik nu al 2 weken ongeveer en ik voel me echt gewoon heel erg fit. En het gaat eigenlijk heel erg goed en ik heb allemaal zon in mijn hoofd en mijn hoofd glimt. Ja. Dus ik ben nu ook ready gemaakt om te gaan sporten. Ik ga zo naar de sportschool lopen. Want mijn scooter is weer eens kapot. Helaas, die heb ik echt eergisteren voor €160 laten maken. En ik rijd er weg en hij doet het prima. En ik ga tanken en ik krijg hem gewoon niet meer aan. En hij staat nu nog steeds bij het tankstation. Nog een ander ding wat jullie gemist hebben is het feit dat ik een vakantie heb geboekt. Ik heb er super veel zin in en ik ga naar Curaçao. En ik ga met mijn zus en een vriendin van haar. Ik heb eigenlijk een soort van mezelf uitgenodigd, want zij zei... Ik wil naar Curaçao met oud en nieuw, want zij heeft er ook stage gelopen. En toen zei ik, mag ik mee? En toen zei ze, ja, is goed. Dus eigenlijk dat plan echt voortgezet. En nu ga ik van 30 december tot 11 januari naar Curaçao. Dit is trouwens echt al een paar weken ons uitzicht. Er staat hier een steiger voor ons huis die helemaal doorgaat naar beneden. Maar ik moet dus altijd even oppassen met half naakt het huis inlopen vanaf de badkamer. Want hier staan soms gewoon mannen. Ik kan er nu eventjes niet één vinden. Ik zag er net wel even één voorbij komen. Die keek ook heel raar dat ik aan het vloggen was voor het raam. Maar ik zit gewoon altijd voor het raam omdat ik daar gewoon goed daglicht heb. Oké, ik ben terug van sporten, zoals je ziet, want mijn haar is echt helemaal bezweet en goor. Maar goed, ik wil straks eigenlijk pas gaan douchen, want ik moet nu toch alleen maar een paar dingetjes thuis doen. En vanavond heb ik een kerstborrel, dus ik wil eigenlijk op het laatste moment pas mijn haar wassen en make-up. Dus ga ik dat nog even niet doen. Ik ben dit drankje aan het drinken. Omdat ik gewoon de laatste tijd merk dat ik echt veel te weinig groentes binnenkrijg. En hier zitten echt heel veel groentes in. Het is niet heel erg lekker, maar goed. Dit is... verse spinazie, appel, avocado, banaan en citroen. Nice. En ik ben eigenlijk de hele dag vrij, maar ik moet zoveel doen. Om te beginnen, maandag ga ik ook kerst vieren met mijn collega's van Harbor Club. En we hebben loodjes getrokken en ik heb Melody. Nou, ik weet niet of jullie Melody nog kennen, maar ik heb samen met Mel natuurlijk in Love Island gezeten. Een goed vriendinnetje van mij. Ze heeft ook bij mij gewerkt bij de Harbor Club. En we hebben dus ook afgesproken dat we dus met z'n allen... een roast gedicht moeten maken. Dus ik moet Mel volledig tot de grond roosten. Nou, ik ben daar misschien een te lief persoon voor, maar ik vind dat gewoon echt heel lastig. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Ik ga stuk. Ik zit gewoon midden in mijn gedicht. FaceTime Stef mij ineens. Stef is gewoon aan het draaien in Texel. Oké, nou, dit is niet echt een blogwaardig materiaal. Fucking leuk. Ik wil ook naar Texel. Inmiddels is het avond. En heb ik gedoucht en heb mijn haar even in de krul gedaan. En ik heb een heel leuk jurkje aan. Die had ik vorig jaar gekocht bij de Zara, maar echt nooit gedragen. En aan de achterkant zit zo'n strik. Ja, je ziet het niet heel goed, want het is zwart. Maar wij zijn ready. Fik heeft ook een heel leuk outfitje aan. Goed, pas niet bij. En Nienke is er ook. Die is daar. Die is echt al een uur op ons aan het wachten. Kijk hoe leuk dit glitterjurkje van Nienke is. Love it. En wij zijn helemaal ready voor het kerstdiner. Zo gezellig. Ik ben heel benieuwd hoe iedereen eruit ziet. Volgens mij gaan alle jongens in pak. Dus dat is echt super leuk. Echt zo, dat het niet zo is.
Ja, dat wij echt als enige overigens zijn. Ja, nou goed. Wij zijn al te laat, dus we hebben een uur besteld. En daar zijn we nu op aan het wachten. En dan gaan wij erheen. En ik heb zo'n honger. Ik ben echt benieuwd wat we gaan eten. Nou jongens, hier is ons kerstdiner. In de frietent. Dat lijkt lekker. Thanks. Nee, we moesten nog even pinnen. Oh, lekker. Nou, ik wil hier ook al. Oké, ja, we gaan door naar... We zijn al te laat. Ja, we zijn veel te laat. En we gaan nu... Kijk hoe gezellig het hier is met al die lampjes. En kijk dat gebouw met die strik eromheen. Zo leuk. En wij lopen hier echt. Ik loop hier echt gewoon in mijn blote benen. Maar goed, wij zijn onderweg naar de secret location waar we ons kerstdiner gaan vieren. Ik hou het heel kort. Korter. Korter. Leuk. Sira, hartstikke bedankt. Ja. Sira. Sira. Ja. Oké jongens, het is zo lekker. We hadden zoveel honger. En over dat, dus allemaal Italiaans eten. Echt heerlijk. En kijk ook even hoe knap jullie eruit zien. Jullie zijn echt matchend. Ja, en Bo is er ook. Chic matchend. En we zitten hier gewoon lekker gezellig matchend. Echt heel erg leuk. Maar Kai, wat vind je van vanavond? Echt top. Echt heel leuk. Hele avond speel ik fotograaf. Jullie kunnen me inhuren. Ik stuur gewoon, ik stuur gewoon een uurtje factuurtje. Jullie kunnen mij inhuren. E-mailadres en link beschrijving. We kunnen gewoon factuur opstellen. Geen probleem. Nee, maar wel erg gezellig dat je er bent, Kai. Ik heb je heel lang niet gezien. Ruben, dames en heren, ik zou graag een momentje van aandacht willen. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Sira, nogmaals bedankt voor het regelen. Geen dank. Dank. Ruben, dankjewel voor het relatie nemen met Sira. Graag gedaan. Ja, ik zal best wakker maken. Ik wil zeggen dat ik het heel ontzettend leuk vind dat ik vrienden met jullie ben geworden. In een korte tijd zijn wij best wel naar elkaar toe gegroeid. Ja. Goed momentje. Nee, niet huilen. En op heel veel leuke momenten samen. Hey. En mooie jaren. Hey. En nu gaan we gaan we dit doen? Ja, ik heb Ik doe gewoon kleine speler. Oké, ik doe grote speler. Komt ie. Ja, hallo. Denk je dat ik die daar neer had gezet zodat jij het Ik mag echt net zeggen, want jij hebt de Kia, maar... Ja, maar hij is nog niet op. Wacht, ik moet nog een beetje spelen. Alles zo. Ik hou echt niet van shortjes. Ik ook niet. Thanks even, allemaal smooth op de foto. Proost, Lisa. Hey, 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 Goedemorgen, het is vandaag maandagochtend en ik heb gisteren, dus zondag, eigenlijk helemaal niks gevlogd. Dit omdat ik eigenlijk helemaal niks heb gedaan. Ik heb een beetje serie gekeken, ik heb wel heel het huis opgeruimd, maar verder echt totaal niks boeiends. Kerstdiner met onze vrienden was super gezellig, echt heel erg leuk. En dat vind ik ook gewoon het fijne aan kerst, dat ja, normaal zouden we dit misschien niet heel snel doen en gaan we eerder gewoon niet met z'n allen, maar gewoon in kleinere groepjes, misschien naar een terrasje of... Lekker thuis eten, want we zijn met zo'n grote groep. Maar nu was het zo leuk dat we dat met z'n allen konden doen. Dus toch een soort van alvast kerst gevierd. Nou ja, wat ik dus al eerder zei in mijn vlog, is dat ik vanavond dus weer kerst ga vieren. En dit keer met mijn collega's. Ik heb een gedicht voor Melody geschreven, hij is af. Ik heb heel veel hulp gehad. Eigenlijk alle grappige zinnetjes in mijn gedicht heb ik niet eens zelf bedacht. Maar ik ben er gewoon niet goed in. Maar daar ben ik heel erg blij mee. Maar het is nu maandag en vanavond gaan we kerst vieren. En ik heb nog steeds geen cadeau. Ik heb wel een beetje stress. Dus ik ga nu heel snel naar de Flying Tiger. Dat is echt mijn favoriete winkel. Ze hebben daar zoveel leuke dingen. Dus ik dacht, daar moet ik denk ik wel slagen. Hoop ik. Ik ga jullie natuurlijk lekker meenemen. Ik ga met OV, want mijn scooter is nog steeds kapot. Super irritant. Maar goed. Daar zijn de bouwvakkers weer aan het werk. Ik voel me zo bekeken hier. Ik kan niet wachten tot die hele stijger weg is. Wacht. Ik weet niet of je ze ziet. Ja, oh nee, hij gaat net terug. Ik durf zo niet heel opvallend te filmen. Ja, hier. Wat ik gisteren wel heb gedaan is echt iets superleuks gekocht. En het is zo'n upgrade van ons huis. Ik ga het nu laten zien.
En ik me afvraag waar mijn geld heen gaat. Maar... Tada! Hoe leuk is dit? Goed, en ik heb alweer deze trui aan. Het komt gewoon omdat ik hem heerlijk lekker vind zitten. Hij is lekker warm en lekker oversized en ik ga toch niks boeiends doen. En gewoon een zwarte legging, Nike sokkies en mijn Nikes. Nu ga ik lekker naar de stad en ik hoop echt dat ik nog iets leuks ga vinden voor Melody. Want ik ben er natuurlijk weer lekker last minute mee. Oké, nou, ik ben op het Rembrandtplein. Ik ben er echt nooit. Ik woon hier echt al 2,5 jaar in Amsterdam. Nou ja, 2 jaar. Maar dit is echt zo'n gedeelte waar ik nooit kom. Maar goed, hier is de Flying Tiger en ik hoop dat ze hier iets hebben. Anders ben ik echt hopeloos. Ik ben natuurlijk wel afgeleid, maar kijk even hoe leuk deze kerstballen zijn. Deze hotdog en het croissantje. En deze. En deze wil ik echt voor fik halen. Gewoon een zak friet. Of deze pizza is ook zo leuk. Het zijn 3 euro per stuk en ik wil ze natuurlijk weer allemaal halen. Kijk eens jongens hoe leuk dit croissantje is. Oh my god, I love it. Ik zit nu in de auto, want ik heb een afspraak in Rotterdam bij de 21's Clinic. En ik weet niet of jullie het op mijn Instagram al gezien hebben. Voor degene die mij ook volgt op Instagram, doe dat nog niet. Doe dat trouwens heel even. Zou ik heel erg leuk vinden. Daar kan je ook echt veel meer zien eigenlijk van wat ik de hele dag doe. Maar ik ga nu naar Rotterdam. Ik heb daar een afspraak. En wat ik daar doe zijn eigenlijk EMS-behandelingen. Ik heb wel eens vaker EMS-behandelingen gedaan en dat ook gevlogd. En dat was vooral heel erg veel gericht op sporten. En dit zijn eigenlijk hele chillen en luie behandelingen. Je voelt het wel echt, maar je ligt eigenlijk gewoon op een stoel. Je kan gewoon serie kijken en ondertussen zit er een apparaat op je buik en dan op een billendoek ook. En die zorgt ervoor dat jouw spieren zo de hele tijd worden aangespannen dat je eigenlijk in een half uur 20.000 sit-ups hebt gedaan of 20.000 squats. Dus dat is natuurlijk heel erg chill. Ik ben nu veel meer aan het sporten, dus dat geeft mij het extra zetje om snel resultaat te krijgen. Fik is al in Rotterdam, die had een shoot. Dus ik ga haar nu eerst ophalen en daarna gaan we daar samen heen. Oké, ik ben inmiddels in Rotterdam bij de afspraak. En we zijn nu mijn buik aan het behandelen. Ik zal het een beetje laten zien. Dit is het apparaat dat erop gaat. En die geeft eigenlijk een soort van schokjes af aan je buikspieren. Waardoor je ze dus heel erg weet. Het is niet heel erg pijnlijk, maar je voelt het wel echt. En hij staat nu wel een stap. Ik hoor er wat geluid. En ondertussen zijn Fik en ik gewoon expliciet op school aan het kijken. Ik voel dit echt helemaal niet hoor, maar Fik wel. Ja, ik sta je weer fan. En dit is dus de... Ik ben echt een groot fan. Dit is de halve finale? Ja. Ja. Komt gewoon zo. Maar Fik, ik heb een cadeau voor je. Daar wou ik thee voor je zetten. Hoezo dan? Heb jij een mok? Wil je het zien? Een kaffemok of een goldriemok? Oh my god! Het is ook echt precies degene die ik wil. Echt precies hoe die ik gewoon standaard hond. Ja, maar gewoon. Dat is echt Freddy. Ja. Hij was te cute. Ik kon hem niet laten liggen. Oh, ik ga denk ik meer halen. Nog één. Ja, hij had leuke setjes. Ja, ze hadden ook katten en sorry, leeuwen. Ik heb echt een shoot gedaan, maar ik zie je glitters erin al. Ik heb een beugel ook in, jongens, dus praat niet. Fik heeft een beugel. Nou, en inmiddels zijn we weer zo thuis. Dankjewel. Alsjeblieft. En dit is het pakket voor Mel en die ga ik nu even inpakken. Ik moet haar gedicht nog helemaal uitschrijven op papier. Het is nu 7:15 en ik zou daar om 6:00 zijn. Oké, guys, ik ben dus al veel te laat. En nu wil ik mijn gedicht op mijn laptop zoeken om hem op te gaan schrijven. En nu heeft hij mijn gedicht niet opgeslagen en ben ik hem kwijt. Waar ik echt heel erg van baal, want nu ben ik en nog later en ik moet opnieuw een gedicht maken. Maar ik heb wel de helft, heb ik op een gegeven moment naar een vriend gestuurd van wat vind je hiervan. Dus ik heb de eerste 3 alinea's wel, alleen de laatste 3 of 4 zijn gewoon weg. Maar ik weet denk ik nog wel ongeveer een beetje hoe het was. Maar waarom ben ik echt zo dom? En goed, Fik en ik hebben even Mac besteld, want ja, ik ben toch al een uur te laat, dus... 1,5 uur kan er ook nog wel bij. Lieve Lisa, we kennen elkaar nu ongeveer 1 jaar. Ondertussen ben je al van blond naar geel haar. Thanks. Maar in zo'n jaar dan leer je elkaar dan toch wel goed kennen. En soms moest ik dan toch wel aan jou te laten komen... Oh, aan jou te laten komen wennen. Ja. In de lockdown moest jij dan op tijd zijn voor de avondklok. Zodat je dan weer zonder boete van mogen vertrok. In de lockdown zijn wij wel goede vriendinnen geworden. En dat is iets waar ik trots op ben. Want zo'n leuke vriendin erbij maakt dan mij ook weer een beetje blij. Nou, jij valt bij iedereen in de smaak. Zo sloeg je niet alleen mijn ouders op vakantie aan de haak. Maar ook al die knappe mannen, hè? Kleine draak. Oké, nu zeg je altijd dat er geen gevoel bij komt kijken. Maar toch denk ik dat mijn toch ergens anders op begint te lijken.
Lijken en liken. Liken is ook een woord wat jij wel in je woordenboek hebt staan. Want naast de Harbour Club heb jij ook nog een andere baan. Namelijk kiekjes plaatsen op de gram of het promoten van een of andere crème. Verder Lisa, ben je een meid met een hart van goud en hoop ik dat wij vriendinnen blijven van jong tot oud. Maak nu maar je cadeautje open, zodat je die over 2 maanden weer stiekem op Vinted kan verkopen. Liesje vriendinnetje Fleur. Ik heb een Oké, top. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik heb de strijder aan. I know. Maar dit keer met een reden, want ik ben in Rotterdam en ik heb een shootdagje gepland. Superleuk, mijn management Next Chapter, die heeft het georganiseerd. Dan komen we met wat online content creators komen vandaag bij elkaar. En gaan we eigenlijk shooten met de fotograaf in de stad Rotterdam. Heb ik wat outfitjes mee die ik graag op de foto wil of waar ik samenwerking mee heb. Kan ik misschien ook op de foto met andere meiden en jongens die aangesloten zijn met management, kan ik hun sowieso ontmoeten, want ik heb dit echt nog nooit gehad en ik weet niet eens eigenlijk wie er allemaal aangesloten zijn. Ik heb mijn managers zelf eigenlijk nooit face-to-face ontmoet, dus superleuk. Dus daar ben ik nu en ik ga nu de auto uit. Ik heb het super koud en buiten is het ook zo koud. Ik heb een hele koffer mee met outfitjes, dus ik ben heel erg benieuwd wat ik allemaal zo ga shooten. Oh. Jongens, ik ben op het kantoor van management en kijk wie er ook is. Oh, je bent zo schattig. Oh, dit is echt zo schattig, want jij is zo klein. Ja, maar ik heb dus ook een Bobriaan. Maar echt? Ja. Maar deze is ook zo lief. Nog eens achter. Ja, klein stukje erop. Ja, en goed. En waarom barrier sta ik erop? Die staat helemaal op. Ja. Room 2110, I knocked on the door at the penthouse suite, 'cause I needed more from you. Oh, I wanted an explanation. Red Solo cups all over the floor, and your friends passed out sleeping in that bed. You wanted us to hang out in. Goed, ik zit weer in de auto. Dit was echt even goed voor me. Gewoon weer even foto's maken met een professionele fotograaf. Ik hoop dat ze een beetje gelukt zijn. En dat ik gewoon weer even wat goede content heb voor mijn Instagram. Dus dit motiveert mij weer helemaal om wat meer en vaker dit soort dingetjes te doen. Ook superleuk om mijn management een keer eindelijk in het echt te ontmoeten. Die hond was niet normaal schattig. Oh mijn god, het was echt de schattigste hond, sorry beer, die ik ooit heb gezien. En nu zit ik in de auto en is het 4:30. En ik dacht, ik combineer lekker deze dag met een hapje eten bij mijn vriendinnetjes. Dus ik ga langs Ilfie en Noora en Marietje komen ook. Helemaal zin in. En dan ga ik daar lekker een hapje eten. Volgens mij zijn zij alleen nu allemaal aan het werk. Dus ik heb een soort van speling. En ik weet nu niet wat ik ga doen. Ik heb eigenlijk heel erg honger, want ik heb niet geluncht. Dus ik heb nu een beetje zoiets van, oké, ga ik nu ergens heen en eten halen? Of ga ik nu een soort van mijn honger sparen voor Ilfie die gaat koken? Ik heb een groentesapje. En dit is met wortel, pompoen, zoete aardappel, mango, sinaasappel, limoen. En oprecht, ik vind het heel erg lekker. Oprecht, het is echt niet vies. Ik zeg niet dat ik denk, oh, dit is super lekker, maar ik vind het best oké. Oké, jongens, ik ben op bezoek bij Ilfie. En Ilfie heeft gekookt. Nou ja, gekookt. Gesneden. We gaan pokeballs maken en eten. Zo lekker. Ik heb deze glazen van Cellites. En het is super leuk voor feestjes of gewoon voor avonds zoals nu. Oké, ze reageren dus op geluid. Wacht, ik ga het even voordoen. Test, test, test. Woehoe, dit is toch leuk? Dit wil je toch in huis? Goed, nou ja, even kleine shout-out. Instagram staat hieronder voor je te opstellen. Oké, jongens, dat is weer zover. In tijden van corona, die op vakantie naar Barcelona. Ja, dat is echt goeie. We pakken beter. Marietje gaat weer freestyle rappen. Curaçao, waar je een slek maar naast de frikandel geniet van een beerklauw. Ai, hoor ik daar gegrom. Schrrr. Het stilte was een zwijger. Doe dit poesie, jij tijger. Je raakt een beetje in paniek. Voelt je tof en toch wel een beetje chic. Beter doe je het dan en blijf trouwens nog even in Volendam. Goedemiddag, het is vandaag donderdagmiddag en ik zit in de auto. Ik ga jullie even neerzetten. Ik heb geen make-up op, want mijn make-up wordt straks gedaan op locatie, want ik ga naar Reeuwijk. Daar heb ik namelijk een shoot. Ik weet niet precies waarvoor. Ik dacht dus voor wimper extensions, maar I'm not sure. Ik ga het even zien. Ik heb er wel heel veel zin in. Heel erg leuk. Het is volgens mij 3 kwartier rijden, dus ik ga lekker een muziekje opzetten en ik ga daarheen.
Goed, ik ben weer terug voor mijn shoot, zoals jullie zien. Ik heb een heel heftig make-upje op, wel heel erg mooi. En de shoot ging eigenlijk heel erg goed, zonder dat ik niet gefilmd heb, I know. De shoot was dus voor dit merk, By Lash Paris. En dit is echt een uitvinding. Dit is geen gesponsorde content, maar dit zijn dus soort wimper extensions. Die ik dus eigenlijk altijd al had. Maar dan kan je ze dus zelf opplakken en hoef je niet naar de salon. Wat natuurlijk echt een uitkomst is nu het weer een beetje een lockdown halfachtig iets is. En ik vond het gewoon heel vervelend om elke keer een afspraak te maken en daarheen te moeten gaan. En er zit dus een mascara bij. Daar zit dus een soort lijm op. Dat doe je op je, zeg maar, op de onderkant van je wimpers. En dit zijn gewoon trosjes wimpers. Dus het zijn er denk ik een stuk of 10 naast elkaar gewoon aan elkaar geplakt. En die plak je zo aan de onderkant. Een stuk of 4. En dan zit het dus gewoon zo. Het is echt zo makkelijk. Ze heeft het bij mij gedaan. Het kostte er denk ik, nou, 1 minuut en 1 minuut per oog, zeg maar. En echt een uitkomst. Dus ik heb het meegenomen. Ik ga het zeker thuis even oefenen. En dan is dat gewoon super chill. Het blijft ook gewoon 7 dagen zitten. Je kan ermee douchen, je kan ermee zwemmen. Aangezien ik natuurlijk naar Curaçao ga, is het misschien wel een hele handige oplossing. Goedemiddag, het is vandaag vrijdagmiddag. En zoals jullie zien heb ik mijn wimpers nog steeds op. Echt, ik ben er zo blij mee. Dit blijft dus ongeveer 7 dagen zitten. En ik heb er gewoon echt mee geslapen en gedoucht. En ze zitten gewoon nog best wel goed. Maar goed, ik ben net even naar mijn ouders geweest. En ik heb echt super schattige cadeautjes gekregen. Ik heb deze van mijn vader gekregen. Zo lief, het is een kerstbal. En deze is ook zo schattig. Dit is een wijnglas met een champagnefles. Wacht. Voor in een kerstboom. Hoe leuk. Oh my god, die is echt heel leuk. Die is leuk, hè? Ja. Yeah. En dan hoort hier een champagnefles erbij. Oh my god. Wow. Zo. Nou, mijn moeder heeft mij ook kerstballen gegeven. Wat echt goed uitkomt, want onze kerstboom is nog zo leeg. Ook een champagnefles. Deze is ook zo leuk. Ik denk dat ze denkt dat we houden van champagne. En ik vind deze echt zo grappig. Deze is zo lelijk. Ja. Maar is het serieus, is het een ding van dit jaar dat er hele gekke, ik zie overal gekke kerstballen. Ja, wij hebben nu in onze kerstboom al best wel aparte kerstballen. We hebben dit croissantje wat ik laatst liet zien en deze pizza. En we hebben deze avocado die echt super leuk is. We hebben deze lelijke hondenkerstbal. Er is een Harbour Club kerstbal en verder moeten we het nog even fixen. En die Ferrero Rocher? Oh ja, deze ook nog. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Eigenlijk middag al, zaterdagmiddag. En ik heb een kerstoutfit aan. Hoe leuk is dit? Wacht, ik weet niet of jullie het zien. Dan moet ik mijn camera even zo neerzetten. Helemaal leuk. Ik heb vandaag een soort werkklusje voor Kaylee, een vriendinnetje van mij. En nu sta ik eigenlijk in een kerstoutfit in het winkelcentrum. Superleuk snoep uit te delen aan kindjes. Maar ik hou zo erg van kerst en ik heb altijd al zo'n pakje aan willen hebben. Dus ik zit helemaal in mijn element. Dus dit ga ik even een paar iets doen. En dan straks neem ik jullie mee, want dan ga ik inkopen doen bij de Appie. Want ik ga vanavond gourmetten met vriendinnetjes. Ga ik weer kerst vieren. Volgens mij echt al de 4e keer deze maand. Maar wel echt superleuk, heel erg veel zin in. Maar dit is dus ook echt een hele leuke boeking. Ik voel me echt een soort kerstvrouw. Het is echt, echt heel leuk. Wauw, hoe kan zo'n leuke, gezellige dag ineens verpest worden? Door fucking nieuws dat dus weer alles dicht gaat tot 14 februari. Echt waar, ik ben er zo klaar mee. Oh, ik word er echt gewoon verdrietig van. Ik ben echt gewoon zo verdrietig dat het gewoon eindelijk weer goed ging met werk. Werk gaat dicht. Het gaat eindelijk weer goed met sporten. Sportschool gaat dicht. Ik ga woensdag naar de kapper. De kapper gaat dicht. Ik klink misschien heel oppervlakkig, want natuurlijk mensen die hun werk kwijtraken. Maar het is gewoon zo frustrerend dat gewoon alles weer dicht gaat. Wat gaan we doen met z'n allen? We kunnen niet fit blijven, want de sportscholen gaan weer dicht. We worden alleen maar depressief, want we kunnen elkaar niet meer ontmoeten, want het mag allemaal niet meer. De enige leuke tijd van het jaar, kerst, wordt ook verpest. Je kan geen kerstdingetjes inkopen, wat ik altijd superleuk vond om te doen. Je mag maar met 4 mensen thuis zitten. Nou, fuck die regels. Ik denk echt niet dat iemand zich daar aan gaat houden, maar goed. Echt waar. Och, ik moest morgen gewoon eigenlijk de hele dag werken en nu ben ik gewoon weer vrij. En mensen hebben gewoon hun geld nodig. Ik woon in fucking Amsterdam. Ik kan er echt zo boos om worden. Het lijkt wel alsof ze gewoon een soort spel met ons spelen. Maar goed, misschien heb ik ook gewoon honger. Ik heb even wat kwark gehaald. Mijn werk was echt super chill en leuk.
En nu heb ik met Nienke afgesproken, vriendinnetje van mij, om samen lekker boodschappen te gaan doen voor onze kerstavond vanavond. We gaan gourmetten, dus dat wordt hopelijk heel erg gezellig. Ja, het wordt sowieso gezellig. Maar och, ik ben gewoon echt een beetje depressief. Helemaal ook om die sportscholen. Ik snap gewoon de gedachten erachter echt niet. Jongens, kijk even wat een leuke kerstballen Albert Heijn heeft. Dit is een smoothie met glitters. En dit. Dit is echt zo cute. En deze kauwgombal, die is denk ik niet goed gegaan. Al die ballen zitten ernaast. Dit is echt zo schattig. Ja, kijk. Oh, ik dacht dit kan bewegen. Oh, ze zijn echt kleuters. Nee, dat is gewoon... Oh, die is zo leuk! Je hebt ook deze die je dan zo kan bewegen. Dat is dit. Ja, die hebben ze bij de Action. Oh. We kunnen ook voor iedereen een muts kopen en dan bij het bord leggen. En dan moet iedereen die muts op. Ja, of mix. Dus die en die. Ja. Nou jongens, gezellig dat hier met z'n allen zijn. Cheers op onze vriendschap. En ik dacht, laten we even met z'n allen een flesje poppen. Om vanavond een soort vroegtijdige kerst te vieren. Met niet je familie, maar je friends family. Dit kan jij, Lies. Oei, hij zit in de zak, hè? Niet tegen mijn hoofd, hoor. Dat zeg ik ook al eens, s'avonds. Ja, wacht. Hier dan. Wow. Mag ik nog meer saté? Ik wil dus nog een vleesje. Mag ik een biefstukje? Ja, jij bent zo cute. Waarom komt dit gewoon zo? Lisa. Gedaan. Mogen we openmaken? Ja. Nee, mag niet. Nee. Gelukkig kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. You're so sweet. You're so sweet. Oh, dat is zo lief. Ik wil je zo zondag. Gisteren was super gezellig, zoals jullie zagen. En dit was mijn weekvlog. Ik denk dat ik hem lekker ga afsluiten. Hij duurt lang genoeg. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden naar mijn weekvlog te kijken. Ik vond het in ieder geval wel heel erg leuk om er weer eentje te maken. Morgen ga ik voor 2 dagen naar Antwerpen. En daarna is het alweer kerst. En ga ik lekker kerst vieren met mijn familie. En daarna vlieg ik naar Curaçao. Dus de volgende vlog die jullie kunnen verwachten is in Curaçao. Daar begin ik weer met vloggen. En ga ik een superleuke vakantievlog maken. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Voor nu wens ik jullie alvast hele fijne kerstdagen. Geniet ervan. Geniet met je familie en geniet van het lekkere eten. Ik ga het ook doen en dan zie ik jullie hopelijk snel weer bij mijn volgende video. Doei doei!